Opgenomen. Ja, ja, maar je kunt beter door mij opgenomen worden door een specialist voor corona. Dan, zeker in deze tijd. Ik weet het nog niet zo. Ja. Die zustertjes die zien er altijd best wel lief uit. Ja, ook met zo'n maskertje op? Ja hoor, een lief stemmetje. Ja. Schiet u nu al vol, meneer Molenkamp? Ja, helemaal. Oké, of is dat van de pollen? Ik weet het niet. Oké, heren, een goedenavond. Wat mooi dat we eventjes in de gelegenheid zijn om met elkaar van gedachten te wisselen. Omdat ik dacht, dat virtueel vergaderen op het stadhuis is mooi. Maar daar ben ik dan niet bij. En ik vind het toch interessant om het allemaal een beetje te volgen. En dat doet u, ook virtueel. En u stelt ook nog wel eens wat vragen. Dat gaat ook virtueel voornamelijk, hè? Ik herinner me dat meneer Van Wegen meteen, toen iemand zei dat het over corona ging, meteen zei ik kom niet meer naar de raadsvergaderingen. Had hij een vooruitziende blik? Of was dat gewoon weer een opportunistisch gelul? Of was dat gewoon achteraf toch verstandig? Ik zeg, hij liep op de troepen vooruit. Hij liep op de troepen vooruit. En wat zegt u, meneer Fauzert? Ik denk dat hij inderdaad een vooruitziende blik had. Meneer Fauzert, u heeft weer vragen gesteld of had ik dat niet goed begrepen? Mijn fractie heeft weer een set vragen gesteld. We zijn vorige week eigenlijk weer opgestart, hè, met de vragen. Ja. We hadden wat vragen liggen, maar dat is, ja, goed. Ambtenaren hebben ook wel even iets anders te doen op dit moment dan in de verwarrende tijden. Ja. Maar we hebben wat vragen gesteld inderdaad over de Amarena. Ja. En MOA. Nou, daar heeft Ben Soelinga vragen over gesteld. Ja. Uw fractie houdt in zijn dode eentje dat hele stadhuis aan het werk, geloof ik, hè, niet? Nou, nee, kijk, soms zijn het ook vragen op vervolgvragen die we, of op antwoorden die we dan krijgen. Ja. We eigenlijk wel, bijvoorbeeld in het geval van Amarena was het op basis van een mail die we kregen, waarin ook gesteld werd van er is eigenlijk gewoon geen gesprek geweest en geen gesprek mogelijk geweest met de wethouder. Ja. Dan heb je daar wel, dat zijn urgente zaken waar je dan achteraan moet. Dat is een verhaal wat al heel lang loopt, natuurlijk, omdat uw collega meneer Stoelinga daar in het begin al vragen over gesteld heeft toen de plannen er alleen nog waren. Omdat de hele exploitatie en met name het horecagedeelte hem ernstig zorgen baarde. Zijn die zorgen weggenomen of zijn die alleen maar toegenomen? Die zijn in principe niet weggenomen en ook wel toegenomen als je ziet van dat ook de communicatie vrij stroef gaat op het moment. Meneer Molenkamp, u had ook vragen al in het begin over dat Amarena verhaal. Dat schoot mij pas te binnen. U zei toen van als je dat met biomassa gaat verwarmen en dan had u daar uw twijfels bij. Die worden wel bewaarheid, hè, die twijfels. Ja, en erger nog, een deel van het probleem als je gaat stoken met biomassa is daar dat je midden in een woonwijk zit en het een relatief kleine kachel is die je stookt. Hè. Dus je hebt hele grote centrales en die hebben ook hele dure filters erop zitten en hele grote systemen om de lucht te zuiveren. Mm-hmm. Maar die kleinere centrales, die hebben die filters niet. Die kunnen wel een groot deel van de zware metalen eruit halen. Maar niet van het fijnstof en vooral het ultrafijnstof. Ultrafijnstof, hè? Ja, en dat wappert vrolijk al de wijk heen. Ja. En daar zijn tot nu toe geen metingen naar gedaan bij de Amarena. Ja. Maar wel natuurlijk landelijk zijn er heel veel metingen gedaan. Die zijn steeds zorgwekkend. Blijft u het ook scherp volgen? Sterker nog, ik zal met hand en tand blijven verzetten tot het bittere einde om alle biomassa-centrales in Nederland, Vinamensvoort, zo snel mogelijk en te voorkomen. En degene die openstaan, zo snel mogelijk te laten sluiten. Meneer Fauzert, kunt u ons ook zien, behalve horen, of niet? Ik kan u zien, ja. Ja, oké. Nee, ik versta de heer Molenkamp wel heel slecht, maar... Die verstaat u slecht? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Dat hij in een onderzeeër zit. Ja. Wellicht is dat zo. Hij is herstellende van corona. Dat kan ook de reden zijn misschien. Ja, bij mij wordt het wel steeds donkerder, dus ik moet misschien een lampje aan gaan doen. Ja, dat is een goede optie. Maar dit is ook vooral een probeersel om te kijken of dit kan werken. En kom ik wel duidelijk door en heb ik een beetje... Heel duidelijk. Ik ben niet naar de griem geweest, maar... Nee, u heeft wel een goede apparatuur.
Ja, je investeert de patiënten, maar dan heb je ook wat. Meneer Fauzet, ik hoorde meneer Molenkamp net zeggen, de dame Fokkermalaan, dat is ook nog een verhaal waar u erg in geïnteresseerd bent. Want die dame Fokkermalaan maakt onder andere deel uit van het westelijke ontsluitingsproject. En daar heeft u, dacht ik, samen nu vragen over? Of, Ja, wij, nou ja, goed, wij zijn daar samen natuurlijk altijd al geruime tijd mee bezig. De heer Molenkamp ook op het gebied van ecologie natuurlijk. Ja. En maar gaat het om de verkeerscijfers. Over die westelijke ontsluiting zijn wij... Je hebt nu ook wat meer de tijd om daarin te duiken. Ja. Vanaf je zonder kamertje. Ja. Nou, we hebben sinds november 2018 allerlei output eigenlijk proberen naar boven te krijgen van... hoeveel verkeer wordt er nou eigenlijk verwacht in 2025, waardoor er dan heel veel files zouden moeten staan. Ja. En die doorstroomsnelheid dus heel laag zou worden. Ja, er zijn heel veel rekenmodellen en die zijn steeds gecalibreerd, dus die gegevens zijn er, denk ik. Nou, dan. Wij hebben uitgezocht van hoe zit dat nou met die verkeersstromen en hoe is dat nou voorspeld? Nou, nu we alles weten, we weten alle verkeer over de overgang wat er voorspeld zou zijn en op die kruising. De BW-laan, de Fokkermalaan. En dan zie je dat er echt enorme verschillen zitten in de enige afslag die je daartussen nog hebt. Dat is die naar de Bernhardskazerne. Ja. Wat er allemaal wel niet naartoe zou moeten gaan, wil je die verschillen kunnen halen. Ja. Hè, bijvoorbeeld, je hebt 1000 voertuigen die komen van de kruising af. Mm-hmm. Als er dan geen 1000 over de overweg gaan, dan zijn ze ergens gebleven. Dan moeten er 500 links afgeslagen zijn. Ja, dan wordt druk op die kazerne. Ja. Nou, het zijn er al geen 500, maar 428 en dat is nog maar van één kant. Ja. Nou, dat betekent dus dat elke 8 seconden in dat model voorspelt dat elke 8 seconden één voertuig de Daan Fokkermalaan op moet gaan rijden. Ik herinner me dat professor Van Wee, dat is toch een landelijke coryfee als het gaat over die logistieke projecten en zo. En die had ernstig zijn twijfels bij wat er nu allemaal voorgerekend wordt en op basis waarvan allerlei dingen beslist worden. Nou, kijk, daar gaat het mij ook om. Van, je wil weten van, dus dat verkeersmodel met die voorspelling van het loopt vast, is de basis geweest om te zeggen, nou, daar moeten we wat aan doen. We moeten die weg aan gaan leggen. Mm-hmm. Dus daarom heeft de gemeenteraad gezegd, we moeten die weg aan gaan leggen. Nou, Van Wee heeft gezegd, van, nou, ik zou op basis van deze gegevens, als ik gemeenteraadslid was geweest, geen beslissing kunnen nemen. Anders dan, ik wil gewoon die weg graag, maakt mij niet hoe. Ja. Die weg moet er gewoon komen. Ja. Of wil je gefundeerd op basis van bewijzen of van feiten een beslissing kunnen nemen? Nou, dan is de informatie die op dat moment toen verschaft was, onvoldoende. U heeft ongetwijfeld daar weer een hele hoop vragen over gesteld, ter verifiëring van uw ideeën en gedachten daarover. Ja, en dat wil ik gewoon snappen. Ja. Nou, zolang ik het niet snap, dan moet je vragen stellen. Nee, want u bent namens ons allen zit u daar om te controleren. En dan is het handig als u het snapt, want dan kunt u het ons weer uitleggen. Meneer Molenkamp, snapt u het? Wat ik wel snap is dat dit college er alles aan gelegen is om dit plan door te drukken. Maakt niet uit wat, maakt niet uit hoe. Ja. En als er dassen in de weg zitten, dan ontken je de dassen. En als er bomen in de weg zitten, dan ontken je die bomen. En als er verkeersmodellen niet kloppen, dan reken je ze gewoon rijk naar je eigen behoeften. En ik vertrouw er volledig op dat als zo'n verkeerskundige als Van Wee zegt, nou, nut en noodzaak is er in ieder geval niet. Als je die weg wil hebben, ja, nou... prima, maar daar sta ik buiten. Maar er is geen noodzaak voor wat betreft de verkeersstromen. Want professor Van Wee, voor alle duidelijkheid, die heeft alleen maar zijn eigen reputatie als deskundige op het spel te zetten. Dus ik neem niet aan dat hij dat gewoon op drijfstand doet. Nee, dus ik ga er ook vanuit dat als er een andere verkeersdeskundige naar gaat kijken, dat hij ongeveer tot dezelfde conclusies zal gaan komen. Ja. Was dat de reden waarom men in het verleden ook naar een second opinion vroeg? Ja. Hoe kan het nou dat zo'n club als Groene Amersfoort mij alles geeft? Van, wil je weten hoe ons modern elkaar is? Hier, kom maar. Ja. En klim maar achter de computer. En dit zijn alle outputgegevens en dit zijn alle invoeren. Ja. Waarom kan de gemeente dat mij niet geven? Ja. Gewoon over de mail. Ja.
stuur het me op. En dan krijg ik van, nee, dat is heel moeilijk te begrijpen. En dan beslis ik zelf over dat moeilijk te begrijpen. Meneer Molenkamp, u herkent vermoedelijk veel van die dingen, hoewel meneer Fauser probeert nog wat diplomatieker te zijn dan u. Dan u. Maar heb ik het gevoel dat er steeds meer geheim ook verklaard wordt, waardoor u vervolgens er eventueel wel kennis van mag nemen, maar er niets meer over mag zeggen? Of is dat alleen maar mijn gevoel? Ja, dat klopt. Daar lopen we al jaren tegenaan en het lijkt erop dat er nu ruimer geheim wordt gehouden dan 6 jaar geleden. En dat betekent dat je minder mag inzien van bepaalde projecten als er een aanbesteding plaatsvindt, want vaak gaat het over aanbestedingen bij geheimhouding. Ja. En dat dat dan zo ver gaat dat bijna alles in het hele dossier geheim wordt gehouden. Ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik vind dat dat soort projecten, ja, daar moet je natuurlijk je ramingen geheim houden. Ja. Anders hebben de marktpartijen volledig inzage in wat er geraamd is. Ja, dat moet gewoon. Ja. Het zou heel slecht voor de stad zijn als dat openbaar is. Ja, maar u bent natuurlijk... Wat ik niet goed vind, is dat er... Ja. Dat er op een gegeven moment een raming is die qua opbouw en qua kosten exact hetzelfde is als de raming die het uiteindelijk geworden is. En dat dus dat er al gezegd wordt, nee, die is compleet anders. En dat bepaalde samenvattende getallen die voor alle ramingen openbaar zijn geweest, dat dat juist voor die niet is gedaan. Ja, ja, ja. Daar kunnen wij dus ook niet over praten. Terwijl waarom moet dat voor de definitieve versie wel? Mag dat wel openbaar, hè? Dat een bepaald eindbedrag, wat gewoon in de stukken staat, die iedereen kan lezen. Ja. En juist voor die raming niet. Gaan we het voor het eindbedrag, wat we vooraf hebben afgesproken, gaan we het daarvoor redden? Wat is uw inschatting, meneer Fauzert? Die 67,5 miljoen? Ik denk dat op zich dat nu de tijd op zich wel gunstig is, qua projecten. Ja. Dus dat de aannemers, het is natuurlijk een mooi project, dus de aannemers willen het ook hebben. We kunnen de aannemers alleen weer een poot uitdraaien, omdat het toch... Maar dat er wel een glad geschrapt moet worden, her en der. Ja, ja. Dat verwacht ik. Wat schat u, meneer Molenkamp? Gaan we het redden voor die 67,5 miljoen? Ja, de kersenbaan hebben we toen wel gered, hè, voor het bedrag wat er voor stond. Ja, ja. Omdat we het Julianenplein uit het plan hebben gelaten en nu staat de hele kersenbaan doorlopend vast. Omdat het Julianenplein niet opgelost is. Dat wilde ik net zeggen. Ach, was ik u voor? Ja, die mag niet, maar wel. Je zal zien dat de aansluiting bijvoorbeeld Amsterdamseweg of Stichtse Rotonde dat problemen op gaat leveren. Of dat bijvoorbeeld de grond toch iets harder blijkt te zijn dan dat men tot nu toe aanneemt. Hè? Dat er hele grote zwerfkei in de grond blijken te zitten. Of dat het aankopen van de grond van het Eemklooster, dat dat iets lastiger gaat worden, of dat er vertraging op plaatsvindt. Er zijn talloze manieren waarop dit project vertraging kan oplopen en dat kost geld. Heren, een nieuw stadhuis. Ik denk dat het virtueel ook heel mooi kan. Hoeven we allemaal niet op de fiets, hoeven vanavond ook niet in het donker naar huis. Meneer Fauzert, u zit al de hele tijd een beetje in het donker, dus volgende keer gaan we iets aan de belichting doen. Het zit qua belichting niet zo goed. Dat is ook mooi. Sorry. Dan gaan we de volgende keer met z'n allen eerst even nog naar de Griem. Gaan we ons helemaal optutten en dan gaan we kijken hoe het dan gaat. U heeft de vragen ingediend. Wanneer krijgt u antwoord? Binnen, wat is het? Hoe was het ook alweer? Ja, een paar maanden waarschijnlijk. Drie weken, hè? Het is meestal wat langer. Maar op zich, in het nieuwe jaar gaat het wel een stuk beter. U houdt verbetering in, dus ik ben positief. U houdt moed, het is goed dat we het aangekaart hebben met z'n allen. Dus er zijn weer wat mensen wakker geschrokken dat als je regeltjes hebt met z'n allen, dan is het handig als je je eraan houdt. Dus wij hebben niet anderhalve meter, maar kilometers afstand van elkaar gehouden. En elkaar toch leuk even gesproken. En meneer Molenkamp, u heeft zich redelijk door de uitzending heen gehoest. Het viel wel mee, hè? Je ziet er wel beter uit dan dinsdag. Ja, het gaat ook goed, zeg. Ja. Zeg nu eerst spelfase. Het is af en toe nog een kuchje en wat korte slaapjes. Omdat je dan toch wat vocht in je longen gaat opbouwen als je ligt. Ja. Maar prima. Daar sluiten we dan maar mee af met deze mooie gedachten. Dank voor uw medewerking en we gaan kijken of we er iets van kunnen brouwen, want we hebben wel heel veel tijd volgeluld, hè? Een half uur. Dat was gezellig.